Anouk de Jong, je bent te gast in Erve Asito, het stadion van Heracles Almelo. Hoe kom je hier zo terecht? Ik kom hier terecht namens Joep Hiddink van de Foundation Heracles Almelo. En hij heeft mij gevraagd om hier een bootcamp training voor de Gold Stars te regelen. En dat heb ik vandaag gedaan. Ja, als je zegt bootcamp, dan is het meteen van, wat is een bootcamp? Bootcamp is een outdoor training, heerlijk buiten, waar je krachtoefeningen doet, cardio-oefeningen doet, aan de hand van obstakels. Je gebruikt de natuur, bankjes, boomstammetjes kan je gebruiken, maar ook de attributen die ik vandaag heb meegenomen. Ja. In jouw zo geliefde stadion heb je net een uur lang een bootcamp afgewerkt. Je ziet er een beetje afgepeigerd uit. Ja, ik moet zeggen, het is wel wat anders dan de reguliere voetbaltraining die we op woensdag doen, hoor. Maar het is wel, het geeft heel veel voldoening achteraf, zoals altijd. Wat hebben we lekker getraind? Het is wel een groep die enthousiast was en erg meeleefde met degene die de training gaf. Ja, maar dat is kenmerkend voor de hele groep en de sfeer die we altijd al hebben. Hele grote verbondenheid en ook meteen een warm welkom tegen iedereen, dus in dit geval ook bij de trainer. Dus dat als ik zie wat die mensen hier vanmorgen onder jouw leiding hebben gedaan, dat is pittig. Het is pittig. En dat heeft ook te maken, de spieren ken je niet. Dus vandaar dat ik ook zeg, echt naar eigen vermogen. Want als je je eigen lichaamsgewicht gebruikt, is dat al pittig. En denk je, nou, ik kan het, dan kan je een attribuut erbij gebruiken om het zwaarder te maken. Maar alles naar eigen vermogen, want sporten moet leuk blijven. Bewegen ook. Je bent zelf al 70, heb je me net verteld. Betekent dus dat het oefeningen die je vanmorgen moest doen, wel te doen waren? Ja, ze zijn wel te doen, maar ik moet wel eerlijk toegeven. Op dit moment doet me wel alles zeer, hoor. Het was zelfs een uur lang dat je hier met de mensen bezig bent geweest. Betekent dat er nog weer een vervolging opkomt? Ik zou het ontzettend leuk vinden als er nog een vervolg gaat komen. Alleen er moet nog even een terugkoppeling gaan komen hoe deze mensen dit vandaag hebben ervaren. Vonden ze het ook leuk genoeg om het nog een keer te doen? En misschien kunnen we dan nog wel met een nog grotere groep gaan werken. Dat zou ook hartstikke leuk zijn. In onze groep gebeurt zoveel. Soms is er geen rem op te zetten met initiatieven. Dit gaat zeker een vervolg krijgen.